Een pinguïnetje. We gaan deze keer een pinguïn maken. Er zijn heel veel verschillende manieren om pinguïns te maken. Een pinguïnetje. Ik ga u de manier leren die ik het vaakst gebruik. Om de pinguïn te maken hebben we een zwarte 260, een witte 260 en een oranje 260 nodig. De zwarte en de witte die gaan we dadelijk aan elkaar kloppen, maar eerst ga ik aan de zwarte. Ga ik die oplaten als we ongeveer 4 vingers staart over hebben. Voilà. De witte blazen we even ver op. Van de witte gaat er een heel stuk afgedaan worden. En de zwarte en de witte ballon die knopen aan elkaar. Dan maak ik een viervingerbubbel in de witte. Vervolgens nog een viervingerbubbel. En die gaan we locktwisten. Dan doen we de zwarte ballon er rond. Even twisten maken en dan gaan we die samen draaien. En dat is de kop van onze pinguïn. Een pinguïnetje. Ik geef mijn pinguïn altijd wangetjes. Ik vind dat schattig is. Dus dan maak ik een loepje van 3 of 4 vingers. En 2 loepjes natuurlijk, want de pinguïn heeft 2 wangetjes. Zoiets. Oké. Okay. Dan gaan we het lichaam maken. Daarvoor draaien we de zwarte en de witte ballon samen op ongeveer 5 à 6 vingers. Dan met de zwarte terug naar boven, even lang als de vorige. Twisten en die draaien we erop rond. Voilà, en dan gaan we met het laatste stuk nog naar beneden. Geef er nog een klein bubbeltje aan dat dat staart wordt. Zo, en dan twisten we dat ook samen. Voilà. De witte ballon, die mag weg. Nou, overschotje, weer weg. Ziezo. Dan leggen we even opzij en dan nemen we onze oranje 260. Die blazen we een heel eind op. Ik kon niet zeggen 10 vingers over of zo. Dat is niet zo belangrijk. En maken 2 loops van 4,5 vinger, 5 vingers. Eens kijken, hè. Blauw van pakweg 5 vingers. Dit twisten we samen en dan gaan we aan het uiteinde van deze ballon een bolletje maken zoals we al geleerd hebben. Voilà. Maken we daar een bubbeltje bij. Vanaf. We knopen die bubbel af en we laten dat stuk staart. Laten we eraan hangen. En hier maken we dat maar helemaal af. Maak een knoopje erin. En de rest daarvan mag wel weg. Ziezo. De pootjes die maken we vast aan het staartje van onze pinguïn. En dan is het nu nog gewoon de bek eraan maken. Dus ik pak de bek vast en ik draai dat uiteindelijk rond de kop. De rest doe ik eraf. Hopla. En klaar is klaar. Nu kunnen we de pinguïn nog afwerken door hem oogjes te geven. Heel simpel. En wat ik met deze pinguïn, als ik wat meer tijd heb, als het heel druk is, doe ik dat niet. Is om die ook een vishengel te geven. Ik zet die vaak op een hoedje. Ik zet die vaak op een hoedje met een vishengel. Met daar een vis aan. En ik maak nog altijd heel dikwijls de vis die we gemaakt hebben in de basiscursus. Omdat dat qua verhouding heel mooi past bij die pinguïn. Maar in een van de andere lessen ga ik u nog een grotere vis leren. En het is misschien wel grappig om die pinguïn, een hele grote vis of de orca die we al gemaakt hebben, om de pinguïn een orka te laten vangen ofzo. We kunnen zo gek niet bedenken of het is wel leuk. Als alles wat je met ballonnen doet is leuk. Een pinguïnetje. Dames en heren, de pinguïn. Een pinguïnetje.